Pap. Ik zei natuurlijk al dat ik een stukje ging wandelen vanavond. Want ik doe namelijk mee met moonwalking. Auw! Oh yeah, bebé. Papadipapapada. Oh yeah! Hey! Frank, jij bent de initiatiefnemer van moonwalking. Kun jij in het kort uitleggen wat het concept is van moonwalking? Ja, moonwalking is, is nu een huiskamerproject waarmee we huiskamers met elkaar verbinden met groepen wandelaars. En in de huiskamer vindt verschillende programmering plaats, zoals theater, muziek, poëzie. Zou je in het kort kunnen zeggen wat precies het doel is van het moonwalking? Het doel is cultuur dichter bij de mensen te brengen, maar ook de mensen in de buurt beter te leren kennen. Dus iemand die stelt zijn huiskamer beschikbaar en dan komen andere mensen over de vloer voor een kort optreden van de artiest. En wat voor soort locaties zijn het allemaal? Nou, we hebben verschillende huiskamers. Dit is de tweede keer dat we dat doen. De eerste keer was in Naaldwijk, was een overweldigend succes. Dan hadden we 5 huiskamers. En nu, dit keer hebben we 5 huiskamers plus 2 andere locaties, 2 speciale locaties. En wat voor speciale locaties zijn dat? Nou, dat is de locatie De Molen die je hierachter ziet. Oh, kijk. En we hebben ook een kapperszaak waar een theateract plaatsvindt. Leuk, ja. We gaan lachend hier weg en we gaan naar de volgende. Zijn we weer benieuwd wat er gebeurt. Vertrekken wordt zo bij jezelf een thuiskomst. Iedere keer. En hoe vind je het om zomaar in iemand anders huis te staan? Best spannend, maar heel erg origineel en heel leuk. En hoe reageren de mensen op je gedichten? Heel positief. Ja, ik was wel even bang. Mijn gedichten zijn vrij serieus, maar ze vinden ze toch wel heel erg mooi. Gelukkig. Ik ben nu alweer bij de volgende huiskamer en ik heb geen idee wat er gaat komen. Ik laat me maar verrassen. Ik zit hier met Tugudugu. Spreekt dat goed uit? Helemaal goed, ja, zeker. En jullie hebben allemaal niet echt bekende instrumenten hier. Zo. Nee, klopt. Wij hebben instrumenten uit verschillende delen van de wereld. Bijvoorbeeld Afrika, Zuid-Amerika, Australië en ook Europa. Hoe zijn de reacties tot nu toe? Geweldig. Ja, ja, mensen vinden het allemaal veel te kort. Nou, vooruit. Pak nu even je momentje. Vanavond een beetje naar je zin? Helemaal leuk. Ja? Ja, dat is toch hartstikke apart. We gaan nu lekker naar de Troubadour. Oh, uit Hoeveland? Dat heb ik geen idee. Ik weet alleen dat de Troubadour is. Nee, mijn zus organiseert het, dus ik weet het. Rustig leggen, blijf! Pak ze, niet bijten! Laat los! Los! Pak, vies, af! Dood! Laat dat! Nou, dat doet hij anders nooit. Met Troubadour Petri hebben we de avond lachend af kunnen sluiten. Maar de rest van de groep had stevig te pas erin, dus die zijn alvast vandoor gegaan. Ik heb in ieder geval een hele leuke avond gehad, mooie dingen gezien, nieuwe mensen leren kennen. En ik ga even kijken of ze nog in kan halen. Hoi!